toch even mijn goed shirt doen? Je moet even je goed shirt doen. Dit is Ron Brandsteders, vrouw. Hallo, welkom bij een nieuwe, de slechtste brievenrubriek van Nederland. Nummer 3. 3. Daar zijn we weer. En wederom, jullie zijn de beste. Mensen met e-mails, we zijn jullie niet vergeten en we trekken jullie er zo nog even bij. Maar, zoals beloofd, brieven gaan you send paper, you make it in a video. Oké. Want, ik faal papier. Het is tijd voor... De brief van de week! De brief van de week! Het is een roze, want roze is de beste. Dat is ook echt je hele gedachtegang. Ja. Wat is de brief van de week? Oh, een roze! Ik moet wel zeggen dat, dit is pas nummer 3, dus misschien moeten we hier langer over nadenken. Op dit moment baseren we de brief van de week totaal niet op inhoud, want we maken ze nu pas open. Ja, dus op uiterlijk. Doe dat dus, in je voordeel. Als je brief van de week wil worden op dit moment, tekening alles. Random tekening. Weet ook niet of het random is, misschien heeft het wel een soort... Dat is random tekening! Hey lieve Marije en Max, ik kijk je video's al een hele tijd en ik vind ze super leuk en grappig. En ik ga altijd stuk om Max. Really? Maar nu over naar de vraag voor de slechtste brievenrubriek van Nederland. Mijn vraag is, slaap je met het dekbed ingestopt of hangt het los? Zelf heb ik mijn dekbed altijd alleen aan de achterkant ingestopt. I love jullie! Dat zei ik raar. Groetjes, Floor! Ik hoop echt dat als we dit nog een paar keer doen, dat Marije beter wordt in het voorlezen van jullie brieven. Sorry jongens. Nou, goede vraag, want ik hou totaal niet van tocht, dus ik stop hem altijd heel netjes in. En ik zeg expres netjes, want ik heb de hogere hotelschool gedaan, dus ik heb geleerd hoe dat moet. Maar Max houdt wel van tocht en koud en al dat soort dingen. En die willen dus niet ingestopt, dus we hebben altijd een soort van... argument. Ik heb gewoon wel een hart en ben warmbloedig. En ik heb het heel snel heel erg heet in mijn bed. Ingestopte bedden vind ik verschrikkelijk. Dus eigenlijk is het antwoord op jouw vraag is, ja, dat doen wij. Ik vind de uil wel echt gek. Maar... ja, goede uil, goede uil. Brief nummer 2. Dit zijn 4. Wat zit je nou mijn brief te graaien? Ik mag ook brief. Niet alleen maar Marije brief. Oké. Dan zal je zien dat hij opent met, lieve Marije, ik hoop dat Max dit niet leest. Ja. Ik ga ook wel even kijken. Karma. Voor Marije! Tussen haakjes. En misschien wel Max. Yes. Oké. Wow! Holy shit! Ik bedoel, jeetje! Het is kleurrijk. Hoi Marije, ik ben groot fan en ik heb ook een fanaccount op Instagram. En dit gebeurt er als _ fan. The one and only. Yay, wat lief! We gaan je even hieronder zetten, want wij vinden wel dat follows verdient. Ik kan iets doen. Oké, ik heet Noortje en ik ben 11 jaar. Ik vind je nieuwe serie heel leuk en wil graag inkomen, maar dan moet ik wel een vraag hebben. Nou, ik heb 3 vragen. Komt-ie. Zo. 1 is, hoe lang zijn jij en Max al samen? 5,5 jaar. 2, ik wil je graag ontmoeten. Wanneer kan dat? Echt heel graag. Lieve Noortje, ik vermoed dat ik met mijn 36 jaar altijd langer op deze planeet ben dan jij. En hoewel jouw brief niet aan mij gericht was, denk ik dat het nu mijn moment is om even erin te stappen en een stukje wijsheid mee te geven. Wat ik geleerd heb in mijn tijd op deze planeet, is dat er is niks zo teleurstellend als het ontmoeten van je helden. Dat valt altijd tegen, alles waar je tegenop kijkt valt in duigen. Om jezelf teleurstelling te voorkomen, lekker blijven kijken. Vraag nummer 3, noem in 7 seconden alle landen op waar je ooit bent geweest. Oké, wacht even. Pak even een timer bij. 1, 2, 3, go! Oh, dat jij het ging doen. Nederland, België, Luxemburg. Go! Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Kroatië. Ben ik daar geweest? Tsjechië. Boer! Het zijn niet alle landen mee geweest, hè? Maar wel veel. Een paar, ja. Ik ben eigenlijk gewoon het rijtje van Europa-landen afgegaan. Als laatste nog, en voor Marije, echt, nou, een triljoen Tony-repen met kaas en vlees maken. Yes. Tony, luister jullie, make that shit. En voor Max, 1 pizza met groentesap. Vergeet niet dat je adres erop stond, hè, Noortje. Grapje, voor Max een 100 miljoen biljoen pizza's met extra kaas. Huh. Oh, good save. Ik vind de brief echt gek. Ik vind kijk hier. Ik vind de moeite die hierin gegaan is, vind ik prachtig. Marije en Max stickers, yes. Noortje, bedankt. Ja, Noortje, bedankt. Lifehack!
Nou, ik heb toevallig een lifehack van de meiden van The Green Happiness en Lisa Goes Vegan. Want ik was met hun mee op retreat in Ibiza. Op Ibiza? En zij hebben me een super lifehack verteld. Komt ie! De lifehack van deze week is... Shawarma krijgen! En dat is echt een vegan. Stel, jij bent gewoon echt, zoals ik vroeger, helemaal zot op shawarma. Broodje shawarma, wrap met shawarma. En je denkt, nou, ik wil toch meer vega en vegan eten. Dan kan je dus gewoon in de supermarkt heb je van die allerlei verschillende kruidenmixjes. Maar dan heb je dus ook kipkruiden en shawarma kruiden. Nou, en als je dat dus gebruikt en je strooit het over een aardappel of zo of iets anders lekkers, dan heb je dus echt... mega lekkere smaak. Het idee van, oh, ik is vertrouwd, maar toch heel erg gezond en ja, en vegan en vega. Ja, vet goed. Lifehack! Een brief. Het is de derde van deze week. Hoi Marije en Max. Jullie, jouw video's zijn echt super leuk. Super grappig en interessant hoe je de experiment altijd uitvoert. Mijn vraag voor jou is, ik ben 15 jaar en redelijk een beetje mollig. Mijn ouders en vriendinnen vinden zeggen van niet, maar als ik op het strand ben is het duidelijk te zien dat ik wel dikker ben dan anderen van mijn leeftijd. Ik wil heel graag een beetje vet kwijt. Ik loop al een tijdje hard en ik merk dat het voor mijn conditie redelijk goed werkt. Ook probeer ik gezond en iets minder te eten, maar echt resultaat heb ik niet. Heb je tips om het af te vallen? Binnenkort wil ik gaan sporten in een sportschool, maar ik weet dus ook niet wat dan het beste is qua vetverlies, et cetera. Hopelijk heb jij tips wat betreft voeding en overweging. Je bent echt top en volgens mij de juiste persoon voor dit advies. Groetjes, kusjes, Anoniempietje. Anoniempietje? Wel toevallig dat je zo heet en dat je jouw brief kan sturen en niemand weet wie je bent. Nou, weet je... Je bent 15, ik zou vooral gewoon zeggen, focus niet te veel op afvallen. Dat werkt alleen maar averechts. Probeer gewoon lekker gezond te worden. Dus ga inderdaad lekker sporten, daar krijg je veel energie van. Eet lekker veel groenten, fruit. En verder qua voeding en sport zou ik lekker gewoon eigenlijk de Women's Health gaan lezen. Om jezelf beter te informeren over wat allemaal werkt. Maar, omdat wij de slechtste brievenrubriek van Nederland zijn, heb ik de volgende tips. Kijk deze video. Is dat niet genoeg? Kijk daarna deze video. En als je denkt, nou ja, weet je, ben je toch bezig? Kijk dan ook meteen nog even deze video. Succes! Als allerlaatste brief van deze week gaan we een mailtje doen. Duik even in de e-mail, want jullie blijven ook wel braaf e-mails sturen. Dus die negeren we ook niet. We hebben hier een brief van Mees. Gezondheid, kat. Hoi, ik heb een dilemma en wou jou, jullie eigenlijk, om hulp vragen. Oké, hier komt ie. Ik was 2 weken op vakantie en in de tweede, voor 3 dagen, week, ging ik met wat meer met 3 jongens om van 11, 12 en 13. Die van 12, ik noem geen namen, ging ik het meeste om, want ik vond hem wel aardig. Sorry voor spelfouten. Op dag 5 van week 2, zijn we er nog? Op dag 5 van week 2 om 14 uur 33, het was waarschijnlijk een dinsdag, maar het kon ook een maandag zijn. Op dag 5 van week 2 was het avond en waren we met heel veel kinderen van de camping aan het spelen. En ik deed ook mee en de jongens ook. Die van 12 en ik stonden op wacht. Op een gegeven moment keek hij om zich heen en zei, ik heb iets voor je. Het wordt spannend. En drukte een briefje in mijn hand. Morgen mag je het openmaken. Deze jongen van 12 praat zo in mijn... Als de jongen van 12 zo klinkt, rennen. En toen moest hij gaan. Er stond een telefoonnummer in. Maar ik heb geen behoefte aan contact. Ik kan nu 3 dingen doen. Wow, ik zit echt zo in het verhaal. Ja, oh, meest... Cliffhangers. Dit is echt het meest spannende brief ooit. 1. Niks doen en niks sturen. 2. Appen dat ik geen contact hoef. Oeh, Ice Queen. 3. Doen alsof er niks aan de hand is. Dat is een vriendelijke omschrijving van 1. Ik voel geen liefde. Ik ben een beetje bang dat hij me misschien iets meer dan leuk vindt. En dat hoeft helemaal niet van mij. Heb jij raad? Groetjes van Mees. PS, ik ben een meisje, ondanks mijn naam. Wat een dilemma. Ja, jeetje man. Wat moet je daar nou, Mees? Ik moet er wel even van bij komen ook. Jongens van 12 die praten als Batman. En allemaal app-toestanden. Heb jij hier nog vanuit jouw... donkere, bevroren hart advies. Wat denk jij? Ja, Mees, ik zou hem ook gewoon negeren. Want als je 1 appje stuurt, dan kom je nooit meer van ze af. Dat was hem. Bedankt weer voor het kijken. En blijf de brieven sturen. Tot de volgende week. Wat was dit? Doeg. Ja, die hebben een soort dramatisch einde aan. Ja. Het is gewoon een brievenrubriek. Ik weet niet wat jij aan het doen bent, Celine Dion.